De studenten van PTC zijn ontevreden over een mogelijke verhoging van de inschrijvingskosten. Vanuit de directie hebben ze vernomen dat het inschrijfgeld van $750 naar $1050 gebracht zal worden. De studenten geven aan dat het bedrag van $750 in 4 termijnen wordt betaald. Ook vragen zij dat de koers van 6,66 voor $1 wordt gehanteerd. Vanmorgen was er vanaf 10 uur een spoedvergadering tussen de directie en de studenten. Een resultaat van deze vergadering is dat de aangekondigde verhoging voorlopig is aangehouden. De studenten worden vertegenwoordigd door de PTC SOTS onder leiding van Clyde Ford. Hij geeft aan dat de studenten in principe geen moeite hebben met de verhoging. Ze willen echter geïnformeerd worden over wat het precies inhoudt en welke garantie er geboden wordt dat de kwaliteit gewaarborgd zal zijn. Aan de directie is nu gevraagd dit bedrag dan in 5 termijnen af te lossen. Verder moet er volgens de PTC-stots daadwerkelijk gewerkt worden aan de faciliteiten van het instituut. Ook wordt erkend dat de PTC-docenten weinig verdienen in vergelijking met andere instituten. Dit zijn enkele voorstellen die door PTC-stots zijn opgesteld. De directie zal zich nog hierover buigen.